Twente heeft ambities in deze wedstrijd. Tegen de Eindhovenaren die zich wat later laten zien op het veld in de goalsvesten. Want het is lang geleden dat Twente zich met PSV als subtopper in ieder geval kon meten. En ondertussen zijn beide ploegen klaar gaan staan voor een minuut stilte. Voor de overleden PSV-voorzitter, ex-voorzitter Harry van Rai. En natuurlijk voor de oudere kijker ook Pim Doesburg, die 264 wedstrijden speelde voor de Eindhovenaren. Een mooie, respectvolle minuut stilte in de goalsvesten voor Harry van Rai. Dat was een enorme dreun afgelopen maandag. De voorzitter die zoveel betekend heeft voor de Eindhovenaren. Gakpo, mooi steekpaasje van Gakpo. Geen buitenspel. Madueke, eerste grote kans van de wedstrijd. En Drommel redt in eerste instantie. En daarna weet Pecosuelo het te repareren. Prachtig balletje binnendoor. Over de as van het veld. Mag het bij Twente ineens open. En de vervanger van Gutsen had hier voor 0-1 moeten zorgen. Corner van Max. En dan gaat hij er alsnog in. Nee, wat een reflex van Drommel. Nou, dat heeft hem goed gedaan hoor. Een beetje Nederlands elftal. Zelfvertrouwen getikt. Dit is echt geweldig gedaan, deze reflex van Joël Drommel. Max, volgende gevaarlijke hoekschop ongetwijfeld van PSV. Weer Drommel en dan is hij uiteindelijk geslagen. En is het 1-0. Donnie Maal op de goede plek in de 8e minuut. Hier was geen houden meer aan voor de doelman van Twente. Hij maakt zijn 5e van het seizoen, Malen. Dat is een goal die zich wel een beetje aankondigde. Nadat het allemaal begon met die steekpaas van Gakpo. Kans Madueke, daarna de hoekschop, volgende kans. Nu weer 1, weer Drommel. Maar dan uiteindelijk Malen. Malen. Komt PSV weer met Gakpo aan de linkerkant. Gewisseld dus, want hier is Madueke vanaf rechts. Dreiging in zijn acties. Madueke naar zijn linker. Suist over de goal van Drommel. Danilo. Max. Oeh, Piri. Met Gakpo in de buurt is dat niet zo handig. Sahavi. Oh, die had hem mee moeten geven aan Madueke. Fout van Kik Piri. Die dat veel te laconiek wil oplossen eigenlijk. Die bal van Max. Geen goede controle. Glijdt hij ook nog een beetje weg. En Sahavi. Kijk eens, daar komt Madueke aangelopen. Als hij hem in zijn loop legt. Maar Sahavi heeft er pas eentje gemaakt. Zonder risico die bal van Piri. Hier is Sahavi voor PSV. Dumfries is ook mee. Sahavi besluiteloos. Er zat echt veel meer in deze aanval. Wist het even niet meer, de man uit Israël. En de bal weer kwijt. De bal is van Rosario, Danilo. Oosterwolde. Jaden Oosterwolde wandelt eigenlijk zo langs Rosario. Nou, hier is dan het eerste schot in de richting van de goal van Mvogo. Komt van de linksback. Opvallend hoe makkelijk Rosario zich er eigenlijk laat passeren. Die loopt er gewoon langs zonder dat hij iets doet. Max, Sahavi. Madueke. Dumfries is gestart. Hard voor langs binnenlopen. Gakpo buitenspel. Dat is het oordeel van de assistent scheidsrechter. Gaat voorlopig niet door die tweede treffer van PSV. Dat is wel een vlotte aanval. Maar uiteindelijk de vlag omhoog.
wordt wel wat ruimte weggegeven hier door Twente. Ja, dit is buitenspel van Cody Gakpo. Bos. Dervişoğlu. Danilo in beweging. Hier is ook Tjerni. Tjerni voor zijn linker. En dit is een stuk gevaarlijker. Dervişoğlu staat al nog in het 16 meter gebied. Dervişoğlu. En dan eindigt het met een doeltrap. Een goede uithaal van de Tsjech. Goede redding ook van de doelman van PSV. Ja, hier had het echt zomaar uit het iets 1-1 kunnen worden. Madueke. Maal bood zich aan voor de combinatie. Madueke dendert er door daar aan die kant. Bereikt het nog wel Zahavi. Zwaar onder druk van de Plekos Welo. Maar hoe is het ondertussen bij Oosterwolde daar? Die duelleren was met Madueke. Heel sportief. Bekommerd om zijn directe tegenstander. Dat is vaak niet zo goed teken. Gakpo. Seruki staat nu in die zone van de linksback van Twente. Dan ziet hij Madueke op zich af denderen. Madueke in het 16 meter gebied, glijdt weg. Overname Twente, dan was niet zoveel aan de hand. Van Boekel naar de zijkant. Als Bos daar op de vreef gaat staan van Madueke. Slalom. Ja, dan tikt Bos echt die bal weg en daarna landt hij op de voet van Madueke. Maar dat is wel het gevolg van het wegtikken van de bal. Dat geeft een penalty. Zahavi gaat die strafschot nemen en Drommel weet hem te pakken. Dan daarna nog de naastoot met Balen. De bal is nog niet weg. Dat is wat dat betreft gerechtigheid, maar het blijft natuurlijk buitengewoon merkwaardig dat die penalty gegeven werd. Niet best ingeschoten, goed gepakt door Joel Drommel. En bij Oosterwolde het besef dat het niet verder gaat, want hier is er weer bij gaan zitten. Het zit hoog in de hamstring zo te zien. En de logische vervanger is inderdaad dan oud-Volendammer Gijs Smal. Binnen gebleven. Dervişoğlu goed weggedraaid. Dervişoğlu zou het kunnen proberen. Dervişoğlu is er dichtbij. De laatste 10 minuten zijn er wel wat momenten geweest van Twente. Deze hoort daar zeker bij. Dervişoğlu. Drommel. Van Twente met Seruki wordt vroeg onder druk gezet door Sangaré onder andere. Madueke kan PSV ervan profiteren. Ja, dat kunnen ze zeker, maar hij schiet hem niet binnen. Sangaré, de controleur, de balafpakker van de Eindhovenaren, daar ineens in kansrijke positie. Seruki, Rama, lastig aangespeeld. Opgesloten, Danilo blijft rustig. Dan ligt er ergens ruimte. Hier bijvoorbeeld bij Dervişoğlu. Die is snel. Max moet er achteraan. Dervişoğlu nog altijd. Nu breed leggen. Dan is daar de kans voor Eboué. Twente gaat meedoen in deze wedstrijd. Dat wordt duidelijk in de laatste minuten. Hier is Brama. Tjerni. Tjerni en Vogel met de redding. Het gaat een wedstrijd worden nu. Schot van de Tsjech. En Brama met de uithaal. En strafschop zegt Van Boekel. Penalty Twente na de hensbal van Gakpo. En geel. Dat is dan misschien wat overdreven. Maar goed. Schijnt erbij te horen. Geel voor Cody Gakpo. Danilo achter de bal voor zijn negende van deze competitie. En dat doet hij heel kalm. Heel beheerst. Heel rustig. En zo is het 1-1 in de goalsvesten. Een uur lang niets te vertellen gehad. FC Twente. En dan weet je dat het ergens altijd kan draaien.
En dan zit het ook een beetje mee dat de bal op de stip gaat en Danilo hem dan binnenschiet. Sangaré, niks aan de hand, bal kwijt. Tjerny, dit is een goede bal zeg van Tjerny en de redding van Mvogo. Iedereen verwacht eigenlijk dat die bal naar de zijkant gaat naar Dervişoğlu, maar het gaat veel directer richting Danilo en die haalt gelijk uit. Ruimte in de omschakeling voor Twente met Tjerny. Eboué, Tjerny naar zijn linker en Mvogo aan de grond genageld, maar hij schiet hem naast. Kun je rustig zeggen jongens dat Twente de bovenliggende partij is geworden in de tweede helft. Oeh, dat is te kort. Daar zit Danilo tussen en die is rap. Van Leeuwen is ook mee. Danilo speelt hem wat ver voor zich uit, maar dan speelt hij hem ook nog achter Van Leeuwen. Misschien ook al wat te ver was doorgelopen. Hier zat veel meer in deze 2-1 situatie voor Twente na die knullige breedte bal die veel te kort was. En nu Twente met Ilić en de ruimte aan de rechterkant. Bij Tjerny, die een beetje geholpen wordt eigenlijk door het contact van Boskakli. Tjerny naar binnen toe. Tjerny heeft hem voor zijn linker en doet het dan. Een beetje bekeken. Een beetje op halve kracht. Maar misschien heeft hij ook niet heel veel krachten meer. 1-1 de uitslag. En als je de eerste helft hebt gezien, dan kun je dat nauwelijks voorstellen. Maar op basis van de tweede helft. Nou, Twente hier dus wat aan over. Twente in de top 5, PSV opnieuw puntenverlies. Dat gaat met Ajax ook op tot 4.